Het DNA-lid Naomi Samidin heeft afgelopen donderdag in DNA ook haar licht laten schijnen over het stabilisatie- en herstelplan 2016-2018. Volgens haar is het belangrijk dat de regering een duidelijke strategie ontwikkelt hoe wij de komende 2 jaar moeten overbruggen en onze productiecapaciteit vergroten. Samidin mist daarom een duidelijke tijdslijn waarbij binnen 6 of 12 maanden targets moeten zijn gehaald. Daarnaast moeten we eindelijk eens gaan beseffen dat de plannen die we uitsmeren over in dit geval 2 jaar geëvalueerd dienen te worden. Hoe zal dus de monitoring plaatsvinden en hoe kunnen we daar verbetering in brengen? Ik stel daarom voor dat voor de transparantie het goed zal zijn om de projectactiviteiten via onze website beschikbaar te stellen en deze desnoods via metertjes de voortgang delen. Hierdoor kan de samenleving het volgen, maar het dwingt ons meteen scherp te zijn en aan de bel te trekken indien we wel of niet on schedule zijn. Samidin haalde verder aan dat het alom bekend is dat de overheid de grootste werkverschaffer is en dat een deel van de mensen thuis zit. Zij vroeg zich dus in gemoede af of het nu niet tijd wordt om de werkmassa door te lichten. Kunnen we ze niet inzetten als bijvoorbeeld parkeerwachters, zodat foutparkeerders aangepakt worden? Het zijn allemaal voorstellen. Wordt het niet tijd om na te denken hoe het parkeerbeleid aan te pakken? Hoe staat het met mensen die hun percelen niet onderhouden? Er zijn behoorlijk veel bronnen die aangeboord kunnen worden om deze groep effectief in te zetten. Dit zal het land meer ruimte geven om duurzame investeringen te doen in de afwatering en bijvoorbeeld de wegen. Voorzitter, we moeten maandelijks iets meer dan 50.000 ambtenaren betalen. En dit drukt zwaar op het budget dat veelal afhangt van onze verdiencapaciteit als land. Dit moet serieus nagezien worden. Het moraal is, hoe kunnen we het overheidsapparaat effectiever inzetten? Het DNA-lid Samidin gaf ook aan dat er vele gezinnen zijn die ongeveer 150 Amerikaanse dollar per maand verdienen en daar niet of nauwelijks mee kunnen rondkomen. Volgens haar moet er dus een duidelijker plan van aanpak komen hoe deze groep op te vangen. Dit plan moet er namelijk voor zorgen dat de financiële gap in vele huishoudens gedicht wordt. Samidin wil ook concreet weten wat er onder het begrip armoedegrens moet worden verstaan en wat daaraan ten grondslag ligt. Zij wil in het plan ook duidelijk zien welke maatregelen de regering zal treffen om de koopkracht weer op te trekken. Aldus het DNA-lid Samidin, die enkele kritische vragen aan de regering heeft gesteld ten aanzien van het stabilisatie- en herstelplan 2016-2018.